Binnen weer! Ik hoop dat jullie al een fantastisch oud en nieuw hebben gehad. Er is afgelopen zondag, dus op 1 januari, al een video online gekomen. Maar het was een weekvlog en ik weet niet of ik me daar bewust van was. Misschien wel, misschien niet, dat weet ik nog niet. Of ik me daar bewust van was dat die op 1 januari online zou komen. Dus bij deze, Happy New Year. Ik hoop dat je een fantastisch oud en nieuw hebt gehad. En dat 2017 prachtig wordt. Het is tijd voor mijn opgemaakte producten. Op Oudjaarsdag liet ik al mijn favorieten van het hele jaar, van heel 2016, aan je zien. En vandaag is het tijd voor mijn opgemaakte producten. Normaal is de volgorde andersom, maar het leek me zo leuk om op Oudjaarsdag mijn jaarlijkse favorieten te laten zien. Dat deze even moest opschuiven, plaats moest maken. Maar vandaag mijn opgemaakte producten. Te beginnen met mijn favoriete shampoo die niet meer bestaat. En dat vind ik echt super jammer. Dus John Frieda, als je kijkt, please... Waar is mijn volume shampoo heen? Ik ben gek op deze shampoo. En dat weet iedereen die me al jaren volgt. Weet dat ook. Want hij komt altijd voorbij. Dit is de John Frieda Sheer Blonde Highlight Activating Volumizing Shampoo. Volumizing. Is niet meer. Misschien wel. Als jij weet waar ik hem kan vinden. Laat het me weten. Maar ik vind dit echt een fantastische shampoo. En ja, de volume variant is niet meer. Dus dat vind ik echt super jammer. Goed, getreurd. Tijd naar de volgende. Deze maak ik niet vaak op, maar dit is denk ik mijn derde bus nu. En ik gebruik hem echt al heel lang. Dit is de Vaseline Spray & Go Moisturizer. En dit is de gele, maar je hebt ook andere geuren. Ik vind deze heel fijn. Nou ja, de naam doet het al een beetje vermoeden. Je spreekt het op en het droogt super snel. Dan kun je je kleren aan. En hij droogt heel snel, maar hij is nog steeds lekker voedend voor je huid. Ik heb een hele droge huid en ik heb... Met deze heb ik absoluut geen last van droogheid. Dus heel fijn. Dan, deze heb je ook al vaker voorbij zien komen. Dit is de Olaz Total Effects Parfumvrije Dagcreme. Love it. Ik heb nog meerdere verpakkingen staan. Dan moet ik wel zeggen dat ik nu even andere dagcreme aan het gebruiken ben. Die ik ook heel fijn vind. Maar deze zeker een topper. Ik weet waarom mijn haar niet mee wil doen vandaag. Mijn tandpasta... Hij zit hier echt in. De Sensodyne. Dit is de oude verpakking, denk ik. Maar dit is de Whitening Care and Repair. Ik vind eigenlijk de gewone, dus de niet-care and repair, beter. Maar de mondhygiënist had gezegd dat ik met deze moest gaan poetsen. Omdat ik van die gevoelige tandhalzen heb op één plek. Maar dan niet met de whitening variant. Maar ik had besloten dat ik dat dan in ieder geval nog kon doen. Maar deze dus. Ik vind de gewone van Sensodyne fijner. Maar dit is ook prima. Een proefverpakkingetje. Dit is de Yes to Carrots See-Through Dry Spell Delicious Rich Body Butter. Blended with Organic Carrot Juice. Organic Pumpkin. Organic Sweet Potato. En Dead Sea Mud. Vond hem wel oké. Ik vond hem vrij dik. Ik werd er niet heel erg blij van. Het was gewoon prima. Ik zou hem niet kopen. De Ethos Make-up Fixing Spray. En dit is de spray die ik eigenlijk dagelijks gebruik. Als ik een avondje uit ga, dan doe ik de Urban Decay All Nighter of de Smashbox variant. Maar deze is echt prima voor elke dag. Ik vind hem heel fijn. Het is gewoon van de Ethos. Mijn favoriete reiniger. En deze gebruik ik in combinatie met mijn Clarisonic. En ik ben een tijdje, dacht ik, in het kader van financiën ga ik eens een keer weer goedkoper proberen. Maar ik zat vrij snel weer onder de pukkels. Dus ik ben blij dat ik weer bij mijn oude vertrouwde zeep terug ben. Dit is dus de Estee Lauder Perfectly Clean Multi Action Foam Cleanser. Je hebt nu verschillende soorten, maar dit is nog steeds mijn favoriet. Oh nee, de kleine man wordt wakker. Ik heb hem uit bed gehaald en hij eet nu een banaan, dus fingers crossed. Dan deze dagcreme. Heb je me ook al heel vaak zien gebruiken. Heel vaak in mijn opgemaakt video's. Dit is de La Roche-Posay Eva Clark Duo Plus. Fantastisch. Dan een maskertje. Dit is het White Thai Clay Mask Skin Radiance. White Thai Clay en Lotus Blossom. Voor Luminosity. Ik weet niet waar het van is, want dat heb ik er afgescheurd. Oh nee, wacht. Ik zie het wel staan. Earth Kiss. Prima masker. Niet heel bijzonder. Deo, dit is de neutraal antiperspirant roll-on. En deze ben ik gaan gebruiken een tijd geleden toen ik merkte dat mijn oksels heel onrustig werden. Nooit last van gehad, ik gebruik al jaren Dove. Ik heb wel eens afgewisseld, maar de Dove Invisible Dry is gewoon mijn favoriete deo.
Maar ja, blijkbaar kon ik daar ineens niet meer tegen. Dus toen dacht ik, oké, ik moet echt even iets wat helemaal super rustgevend, zeg maar, voor mijn oksels is. Dus gewoon met niks erin, geen parfum, geen dingen. En toen ben ik deze gaan gebruiken. En ik dacht ook even geen spray, maar een roller. Ik hou echt niet van rollers. Maar ik moet zeggen, ik ben er inmiddels aan gewend. Vind het nu prima. Ik heb ook een nieuwe gekocht. Ik zweet ook niet heel erg. Dus ik kan niet echt zeggen van, oh, wauw, dit is echt de beste deo ooit. Want dat weet ik gewoon niet. Want ik zweet gewoon niet zo erg. Maar ik vind het gewoon voor het gevoel wel fijn om een deo op te hebben. Dus deze vind ik prima. Maar ik hoop toch op een gegeven moment alweer naar mijn geliefde Dove over te kunnen gaan. Een scheermesje voor de bikinilijn van de Hema. Fantastisch. Nou ja, als je het hebt over favoriete deo, dat is deze. Ik had hier nog een heel klein beetje in zitten. Vind ik bijvoorbeeld voor het sporten dan wel even lekker om nog even, als ik bijvoorbeeld s'avonds ga sporten, spreek ik dit nog even van tevoren op. Als ik al de hele dag zeg maar die ander op heb. Dit is de Dove Invisible Dry en dit is echt mijn lievelingsdeo. Voor als je weer een lievelingsdeo kunt hebben. Twee douchegels van Sven, de Nivea Sensitive. De Nivea Sensitive Deo. En tandenstokertjes. En that's it. Oba. Dat is alles wat ik heb opgemaakt de afgelopen maand. De laatste maand van 2016. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. En nogmaals een prachtig 2017.